Papendrecht Actueel. Een dijk van een huis. Dat is de slogan die hoort bij de vernieuwde bibliotheek, die maandagmiddag officieel is geopend. De bibliotheek functioneert al sinds december in het gemeentehuis. De opening werd verricht door directeur-bestuurder Ankie Kesselen van Bibliotheek aan Zet en burgemeester Margreet van Drie. Ankie Kesselen vertelde dat de bibliotheek niet alleen is gaan inhuizen bij de gemeente, maar dat er ook sprake is van samenwonen. Zij noemde als kernwaarde van Bibliotheek aan Zet de begrippen betrokken, bevlogen, betrouwbaar en behulpzaam. Het gaat bij de bibliotheek al lang niet meer alleen om het uitlenen van boeken. Zij is ook een plaats voor ontmoeting en het verwerven van kennis. Nome en ik zijn allebei lid van de werkgroep Ontmoeting. En wij zijn bezig om eenzaamheid in Papendrecht te verminderen. Dat is een taak. Kesselen vertelde dat gemeenten na een wetswijziging ook zorgplicht zullen krijgen voor hun lokale bibliotheek. En in tijden van bezuiniging voorkomt dit eventuele discussies over het voorbestaan van een bibliotheek. Burgemeester Margreet van Driel benadrukte de gezelligheid die de aanwezigheid van de bibliotheek in het gemeentehuis met zich meebrengt. Als burgemeester. En wat ik heerlijk vind is als ik zo op die gang loop en ik hoor het geroezemoes omhoog komen van de bibliotheek, van alle mensen die er zijn. En ik zie dat er ook jongeren binnenkomen en voor hun is het ook een ontmoetingsplek. Ik zie dat er kennis wordt gedeeld, ik zie dat er bijeenkomsten worden georganiseerd. De oppervlakte is hetzelfde gebleven van de bibliotheek, maar er is meer ruimte voor ontmoeting en om dingen te gaan organiseren. De burgemeester kreeg ook een schilderij aangeboden door twee leden van de werkgroep Ontmoeting. Art Groeneboom en Jannie Nomen vroegen hiermee aandacht voor de activiteiten van deze werkgroep. Het schilderij is gemaakt door bezoekers van de BIEB, onder wie oud-burgemeester Annemiek Jetten. Nou, ik wil even een klein beetje toelichten. Het zijn heel dus mooi, ouderen en jongeren die hier aan meegeschilderd hebben. En voor uw informatie, want u bent nieuw natuurlijk, is het wel leuk om te weten dat dit hier geschilderd is door Annemiek Jetten. Oh, u volgt.